Ik zat in de Persische Golf bij de geboorte. Ik was zeevarende, dus ik zat op Karrigeiland. Nee, dat hij geboren is. Hij is in het ziekenhuis geboren, Zeeweg ziekenhuis in IJmuiden. Dat ging moeilijk. Nee, we hadden nog telefonie. Geen telegrafie aan boord, maar wel telefonie. Ik werd via Scheveningen Radio werd ik opgeroepen dat ik in de verkeerslijst zat. Dat hebben we dus ook uitgeluisterd, maar de verbinding was zeer slecht. Hij is dus daar geboren. Ik wist niet of het een zoon of een dochter was. Dat wist ik, dat kon ik niet uit het verhaal halen. De Prix de Rome in de categorie Theater Beeldende Kunst ging dit jaar naar Kees Krijnen, die een performance maakte van de echtscheiding van zijn ouders. Je ouders zijn gescheiden? Die zijn nog steeds in inscheiding, al 15 jaar. Al 15 jaar inscheiding? Ja, 15 jaar. Ze kunnen maar geen beslissing nemen? Ik denk het niet. Maar hoe komt dat dan dat ze al 15 jaar ermee bezig zijn? Er worden steeds nieuwe dingen aangesneden en dat is wederom een nieuw proces. En het gaat om de meest onbenullige dingen. Komt u allemaal binnen, gaat u zitten. U weet het, hè? Ik heb geen kapstok voor u, maar als u uw jas uit wil doen, kan u wel over een tafel. Zitten. We kennen elkaar inmiddels. Het is de derde getuigenvoer in de zaak. Hè? U bent op 2 november hier geweest, op 7 december hier geweest. En toen spraken we met elkaar af dat mevrouw nog een keer als getuige gehoord zou worden. U bent meneer Krijnen, appellant in de zaak. Meneer Drey Koning is weer met u meegekomen. En ik zie u weer, mevrouw Blok. En mevrouw Verschuur vergezelt u weer. Ik denk dat het hem gaat. Gewoon zuiver en alleen het idee dat hij gescheiden is. Dat is iets wat niet in zijn vocabulaire voorkomt, het woord echt scheiden. Ik denk dat het hem dat heel, heel dwars zit. En ik denk ook dat gewoon, hij is zo van de oude stempel dat het een vrouw gewoon niet goed mag gaan en helemaal niet onafhankelijk. Het is gewoon een manier van contact houden. Door middel van juridisch stalken. Elke keer als ik een stalk verhaal, en dat is natuurlijk zo up-to-date, omdat het nog niet eens bij wet is vastgesteld. Ik moet constant aan een stalker denken. En geen stalker die op de fiets iedereen nafietst, maar gewoon een stalker die met juridische middelen werken. In dat spul. Toen dan heb je alles. Hoe zijn die twee brieven op de tekst gekomen? Best wel de getallen die gaan rollen. Ja. Maar dat. Maar die advocaat is nog wel in de wereld. Ik heb in mijn professie een manier gevonden om er mee om te kunnen gaan. En ik vind dat ik iets heel moois in handen heb. Het hele drama echtscheiding. En ik ben blij dat het op deze manier wordt uitgelegd. Nou, die fotograaf was zo top dat hij me direct door had. We zaten gewoon leuk te praten. En ik hield mijn hand vast, omdat ik altijd zo overdreven kan doen. Dat is jammer. Waarom heb je een foto gemaakt? Dat was zoveel jaren. Waren mijn schoonouders getrouwd. Oh ja. Ja. Ik denk dat hij een jaar of 8 is of zo, hè? Misschien. Ja, dat denk ik. U bent hetzelfde gebleven. Ja, niet zo erg. Ja, nou ja. Een beetje wel. Ja. Eigenlijk een registratie van de jurering van het eindproject van de Prix de Rome. Dat was in 2000 ook. En die jury bestaat alleen uit mannen. En dat komt eigenlijk heel goed uit. Want Kees maakt van deze jury eigenlijk een... De juryleden worden een onderdeel van het project.
Want ze hebben niet door dat die moeder er achter dat bureau zit. En dan ineens stelt Kees deze juryheren voor als zo'n beetje potentiële huwelijkskandidaten. Ja, en dan zegt zij, nice to meet you. En nu krijgt ze de powderpuff. En dat is ontwikkeld door een apotheek in Haarlem. Dat is ook echt... niks is onecht aan dit geheel. Dus dat is heel sterk is dat. En aan alle werken van Kees merk je heel goed dat de grote afwezige, degene die hen steeds die processen aandoet, of die moeder die processen aandoet, dat is ook heel voelbaar in deze tentoonstelling, dat de grote afwezige is natuurlijk die vader en daardoor ook een heel erg aanwezige gast. Ja, en dit is Kees dus. Ja. En dit is moeder. En die springen als twee engeltjes bovenuit. Ja, het zijn ook engeltjes omhoog. Maar wat hebben al die anderen dan gedaan? Want die heulen allemaal op die vader. Blijkbaar. Dus ja, die zijn ook allemaal slecht. Die deugen ook voor geen meter. Behalve. Hij ziet er ook wel heel engelachtig uit. Mijn moeder ook trouwens. Prachtig. Mooi vrouw. Ik vind het ook zo grappig dat je nog de sporen van een feest ziet. En die confetti. Het is al een beetje jammerlijk eigenlijk. Nou, als alles mee zit, dan kunnen we dat in... denk halverwege het jaar een arrest van uitspraak... uiteindelijke uitspraak van het hof verwachten. En dan moet het afgerond zijn. En ik denk niet dat Krijnen nog meer kan verzinnen om u weer... Maar dat bedoel ik ook. Dat het toch mogelijk is dat Krijnen dat zo kan doen. Ja. Dat is... Ja, maar ja, goed, dat is de vrijheid van procederen in Nederland. Ja, ja. En tot nu toe is hij heeft hij nog niet zoveel succes mee behaald, vind Nee, ik. Dat niet. Maar het, hij heeft wel succes gehaald dat hij 14 jaar me geringe loord heeft. Dat is een plezier. Als dat zijn plezier moet zijn, dan het zij zo. Ja, zeker. Maar ik denk, je wilt toch materieel er beter van worden. Dat is absoluut niet het geval. Ik denk dat hij nog meer aan proceskosten kwijt is dan hij überhaupt hieruit had. Maar wat ik ook merk met de jaren, dat ik helemaal geen zin meer heb om daaraan te denken. Dat ik iedere keer zo in het verleden moet graven, hoe zat het ook alweer. Ik wil daar gewoon niet mee bezig zijn. Nee. Dat je steeds denkt van, nou... Ik kon nogal goed manoeuvreren, maar ik heb één reis als stuurman gemaakt. En ik kwam terug van de reis en ik werd aangesteld als kapitein. 26 jaar. Dus het zat erin. En iedereen die ging graag met me naar zee. En orde en netheid. En eerlijkheid. Dat speelt bij ons een grote rol. De officiële scheiding, die was al in 7 november 1988. En de bezittingen, de inboedel. Plus die twee ontroerende goederen. En in een gemeenschap van goederen getrouwd. Dan ben je 12 jaar aan het knokken. Het is onvoorstelbaar. En waar ze mee komen, het is onvoorstelbaar. Ze hebben me altijd belazerd. Ik heb in de krant moeten lezen dat hij bij de Kai-clan thuis hoort. Wat? De gay clan. Ik noem het maar zo. Ik ben niet thuis in die zaken, maar dat
Ik denk dat dat de wrijving is altijd geweest. Dat ze dat mij hebben willen onthouden. Nou ben ik geen voorstander van. Nee. Aan boord heb ik dat ook nooit getolereerd. Nee. Maar ik heb het nooit geweten. Huh? Nou, staat u mooi? Ja, prachtig ook. Ja. Ja, dat is een mooie spoes. A friend of mine saw your fashion show in Cologne at the Beurs. I don't know in English. Yeah. It was sponsored by the fair. I mean, they invite every year they invite a designer to open the menswear fashion fair. Yeah, and so. It's the biggest fair in Europe. Eh? Yeah. Great. Mm. I like this also. It's really. Like a shabby smoking, but it's great. Like, like this contradiction of being very well dressed and being a little bit like homeless look. It's the luxury of looking poor in a way. This in the back or in front? This is in the back. It's cut off quite a lot. So. Oh, so yeah. I think it's like what I would like that we have some pieces that you can combine, that you can still always look different in a way. But this could be good for the conference, the press conference in New York. Yeah, I like it a lot. This let's hope people will. They will. Yeah. You have to be busy in the hotel or at Usha whenever you walk. You have to start tearing threads so that people will see it, definitely. This is really like the image you have of an artist. Now you just have to look very dark. Even kort, wat gaan we zien? Jullie zitten in een ruimte. En daar staan wat heren. Wie zijn dat? Dat de mannen in de ruimte zijn de juryleden. Ja. En ik had mijn moeder de opdracht gegeven haar ooit in beslag genomen spullen terug te tekenen in het huis. En nou, misschien moeten we nu even niet meer vertellen en achteraf. Laten we maar eens gaan kijken naar beelden die gemaakt zijn bij die eindpresentatie van Kees. Dat is Mr. Michelangelo Pistoletto. He was born in 1933. In Italy, so that he's an Italian. He is a very famous artist, and it's a man who likes opposites, like black, white, full, empty, married, divorced. And I noticed you like that too. Well, I think it's time for your major powder puff now. En zo zaten de heren en ook wij denk ik in opperste verbazing te kijken. Je hebt ook een pil ontworpen, een soort painkiller. Is dat die hoort ook bij het project? Ja. Het is echt goud? Ja, massief goud. Massief goud. Gemaakt van omgesmolten sieraden van mijn moeder. En sieraden die u van uw man had gekregen? Ja. En die, dat vond u ook geen probleem, die mocht Kees meenemen naar de smeltfabriek? Ja, dat was helemaal geen probleem. Ja, en dat is deze pil geworden. Ja. Wat wonderlijk zeg. Nou blijft het hier niet bij deze performance in Nederland en bij de Prix de Rome, want jullie gaan op tournee, heb ik begrepen. Ja. Wat gaan jullie doen? We gaan in New York gaan we op tournee. Ja. En dat heet de Women in Divorce Battle on Tour. Ja. En we worden
of mijn moeder althans, reist officieel als diplomate. Die krijgt echt toestemming om een diplomatiek paspoort mee te nemen? Ja, van het ministerie. En in welke hoedanigheid reist zij dan? Ambassadrice, als gescheiden vrouw der Nederlanden. Waar staat je vader in dit hele proces? Nou, dat weet ik niet. Geen idee waar die staat. Hij doet wat mij betreft niet mee, nee. in het geheel. Heeft ook helemaal niet gereageerd? Nee. Ook niet op je prijs? Ook niet, nee. Vind je dat jammer? Of is je contact met je vader zo dat je zegt, nou, daar zit ik ook niet op te wachten? Ja, mijn vader en ik hebben helemaal geen contact. Nee. Al heel erg lang niet. Nee. Even voor de duidelijkheid, een hele mooie trouwfoto. Dan heeft u een indruk hoe de vader van Kees eruit ziet. Het vaderschap was niet goed. En Kees was beter af zonder zijn vader. Zo vaak gezegd van kinderen zijn de dupe, maar in mijn geval was dat niet zo. Nou kom ik in de shit met... Met wat? Met dat ene pakket. Nee joh, dat kan je allemaal hier tussen gooien. Ja? Ja. Nee. Ook even doen. Wat krijg je bijna op? Ik ben weer de reis opgegaan. Prompt krijg ik daar een prachtige mooie brief. Of die waren niet zo mooi en die hadden ook geen inhoud van een gelukkig huwelijk. Er waren nooit geen verlangens. Dat is bij mij ook afgebroken. Daar stond in dat hun met de zomer gingen zeilen voor zo'n 14 dagen. En dan kon ik mooi op de honden passen. Dan heb je 4-5 maanden op een brok staal gezeten met allemaal mannen. Niet? En dan kun je thuiskomen en dan op de hondjes passen. Hè? 'S morgens, 's middags en 's avonds uitlaten. Niet? Toen ben ik wel zo verschrikkelijk kwaad geweest. Niet? Maar ja, bij wie moet je terecht? Hè? Je kunt als kapitein kun je dus je problemen niet voorleggen aan de bemanningen. Nee, want dan raakt het gezag ook een beetje van strik. Hè? Dus dat heb je alleen moeten verwerken. Niet? Nou, en toen was ik het zo beu. Toen heb ik dus de papieren klaargemaakt enzovoorts. She's called Greta Black and she's an amazing model. She's been she's a complete celebrity now in Holland for the project that Kees and her are working on. She's going to be introduced by the Dutch cultural attaché in her golden catsuit on Tuesday at the consulate. And then on Tuesday, on Wednesday, here's the performance. En Harper's Bazaar komt, interview komt. Ja. Artforum komt. Ja. Parool komt. Nou, het is echt niet normaal. A Root magazine komt. Ja, en de L had je daar? Duitse L komt ook. Ja. Japanse Marie Claire komt ook. 3,000 invitations worldwide, but it's really quite a big thing because it's actually the beginning of a worldwide tour. And the next exhibition is in the Stedelijk Museum Amsterdam Bureau in Holland. And then it's Fondazione Pistoletto in Biella, Italy. Obviously working on Japan, Spain, London, you name it, really the whole world. Je leren catsuit is af. Oh. Echt ontzettend mooi. Ja, wat voor kleur? Goud. Prachtig. Het is net of je in een metaal gedompeld bent als je hem draagt. Ik bedoel, ik lijk ook op mijn vader en ik lijk ook op mijn moeder. Ja. Maar wie is de sentimentele van de twee? Nou, mijn vader is een beetje ordinair en dat heb ik ook wel. Ja. Dat... Geerlijk, schreeuwen. En mijn moeder is gewoon, ja, heel
stijlvol, ja. Strak. Ja, een dame. Ja. 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 Dank u wel, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ja, heeft u een goede reis gehad? Hele goede reis. Fantastisch. Ja, ik zit goed aan het raam. Ik heb alles kunnen zien. Fantastisch. Dan gaan we nu naar de auto. Ja. Ja? Ja. Fantastisch. Ja. Dit is geweldig, hè? Je wordt niet meer afgehaald van Schiphol. Je wordt niet, bij thuiskomst word je niet verwelkomd. Je krijgt een zoentje op je wang. Zo'n Kees, 's nachts vissen, overdag netjes drogen. Niet als pa van de reis thuis kwam. Dan kwam ik zijn bed niet uit. Hè? Dus die zag je eens een keer om een uur of half, twaalf uur. Hè? 'S morgens, want ik was altijd, nou ja, die verre. De vliegtuigen uit het Verre Oosten, dat komt allemaal 's morgens vroeg aan. Hè? En er was volledig geen aandacht. Hè? Geen aandacht. Nee. Alles geënt op bonnetterie, dure inkopen. Hè? Ik ben wel opgebeld door een chefin. Nee, dat er een mooie jas hing van ik weet niet hoeveel duizenden guldens. Hè? En die staat, die mevrouw, zo prachtig en dit en dat. Nee. Schoenen van 450 guldens. Laarzen van bijna 1000 guldens. Nee. En alles. Nee. Dat ik op een gegeven moment zeg ik, joh. Nee, je moet ook voor de. Nee, als ik straks gepensioneerd ben, dan moet er ook nog wat zijn. He? Nou, ik leef nu. I'm very happy to welcome you at this press conference for Kees Greinen's project Woman in Divorce Battle on Tour. My name is Frank Lichtvoet and I'm counselor for the arts in the US for the Netherlands. Please allow me to say a few words. Since the Romantic period and more intensely by the symbolist movement around the turn of the 19th century, artists were trying to merge life and art. Ruskin, Morris, Nietzsche, Wagner, Baudelaire, and Mallarmé, to name a few, hoped to find a reality that is reality with a capital R behind the real visible world by means of art, through painting, architecture, music, poetry, or even better, in the fusion of these arts in what we learn to call the Gesamtkunstwerk. Kees Greinen's work is a radical conclusion of this tradition. Not radical in the Dadaist or modernist or even conceptualist way, where there is still a pissoir or a line on a piece of paper or an act or a description of an act. It's radical because what lacks is the work of art as such. He is nothing but life itself. Life itself is the artwork. The jurors became the artwork, and you, by accepting this invitation to this event, became part of this artwork. Killing machine, it's this painkiller machine. Painkiller machine. Yeah, he maybe told you about it. Yes. He had it there and his mother was sitting there and there was architectural drawings of the house. It's a wonderful project. When I first found out about it, I didn't quite understand, but I accepted because I thought that it sounded very interesting. And as I learned more, I paid for a project and financing my parents' divorce. So this is little Kees with his grandfather, who actually really got on with, which is great. Backstage at the Monkey Piper, according to Monkey Piper. How are you? Nice to meet you.
Where did you get or buy this bracelet from? Well, it is a present from my husband, oh. My former husband. Your former husband. And you want to sell it? Yes, I would like to sell it. Do you know how much money you want for it? Well, as much as possible. I will pay you $1,100, $1,100. Yes. This is much more than the going price of gold because it is an attractive bracelet. Yes. And it's up to you if you want to sell it or you want to think about it. I would like to sell it, okay. Yes. Oh, that's nice and warm. Yes. What exactly do you need spring water? And I don't do very much. Well, I'll have your Dixon burger. Sure. Thank you. Yeah. It's beautiful. We're going to have it in the store soon. When is it coming, do you think? Pretty soon. I think in next week. I'm all dressed in Schoenberger. Excellent. No, it's like $10 just for the label. De koben kriete schil in het warme roos. Daar is mijn las douwes, die mijn oude soos. De koben kriete schil in het warme roos. Daar is mijn las douwes, die mijn oude soos. De bus. Ik was 4 jaar toen kende ik hem al. Dus dat is natuurlijk wel heel vreemd. Hij was 8 jaar ouder. En omdat mijn vader en zijn vader vrienden waren, kwamen wij eigenlijk al over de vloer vanaf jongs af aan. En zo is dat toch een beetje gegroeid. Maar niet dat wij elkaar zo door en door kende op jonge leeftijd. Want ik vond het een hele pestkop. Ik vond hem, hij kon ontzettend pesten. Toen hij klein toen was. Ik heel klein, toen hij klein was. Ja. Ja, en toch had hij iets sympathieks wel. Dat had hij toch wel. Anders was ik er niet mee getrouwd geweest. Hij had iets aandoenlijks wel, vond ik toch. Iets sympathieks in zijn, in zijn ogen. Maar hij kon zelf toch wel heel emotioneel zijn. Maar het was met een man met een muur om zich heen. Als ik dacht, nou ja, het gaat een beetje de betere kant op. Mooi mis weer. En dit is een stukje van Pistoletto over mij. Ja. En herken je deze foto nog? Ja, dat was opa. En dat is dit Kees. Dit op schoot bij opa. Je hebt zeemannen, zoals mijn vader. Die had zeemonsters gezien. En die had van alles meegemaakt, maar waarschijnlijk niet. Maar opa Krijne, die was helemaal niet zo. Die was altijd recht door zee. Die schept ook niet op, terwijl die echt heldendaden heeft verricht. Zelf, in Brazilië. Ja, onderscheidingen gekregen daarvoor. Het was gewoon een held, maar daar sprak hij ook helemaal niet over. Mijn vader die was onderweg met de Alena en zo'n 80 mijl Bahia. Daar voer een Italiaans passagiersschip met zo'n 1600 man aan boord. Landverhuizers. En die heeft een ketelontploffing gehad. En die was zinkende.
is op 10 meter na genaderd. Maar door de deining kon dat niet stand houden. Dus de sloepen die werden buitenboord gezet. De mensen die overboord sprongen, die hingen dus aan de gangboorden van de sloepen. De sloepen waren zo vol dat ze moesten mensen weer loslaten. Dat de boten niet te overvol kwamen, dat ze er zelf bij neerzonken. Zo zijn ze dus ettelijke malen op en neer geweest. En er zijn toch niet een kleine 1000 bij verdronken. Mijn vader die heeft nog als laatste een sloep overbeladen met mensen van dat schip afgehaald. En het was kantje boord. Of ze zouden ook door de zuiging meegenomen zijn. En ze zijn door een geluk en zeemanschap langs zij weg weten te komen. En toen borrelde de prinses en mijn valde naar beneden. Maar 27 oktober 1927... was zijn beroerste dag in zijn leven, elk jaar weer. En hij heeft jarenlang nachtmerries gehad. Dat hij dat allemaal weer zag bovendrijven. Niet dat gebeuren. Dat was een jaarlijkse terugkeer. Ik heb Kees nooit echt goed met Kees gesproken. Ik ken Kees wel, alleen vanuit de verte. En ik heb er geen behoefte aan om Kees te ontmoeten. En ik heb er ook geen behoefte aan om mevrouw Blok te ontmoeten. Ik wil ze. Ik ben niet ervoor om met die mensen kennis te maken. Ik piek het er niet over. De manier waarop ze mijn man te grazen hebben genomen. De manier waarop ze inbreuk hebben gemaakt op ons gezamenlijk leven. En wat ze nog steeds willen beheersen, want dat komt alleen maar daar vandaan. De leugens die ze bij iedereen debiteren. Overal moeten ze wat krijgen. Zelf doen ze niks. Kees zegt dat ook. He, Kees is de kunstenaar. Hij doet zelf niks, maar hij bedenkt het alleen maar. Iedereen moet ze aan dingen helpen, maar het geld moet altijd ergens anders vandaan komen. Zelf hebben ze nog nooit een stuiver verdiend, maar ze hebben wel de wegen gevonden om te profiteren. Het zijn alleen maar profiteurs. Kees maakt toch wel dingen? Maken? Een kankerservies en daarmee iedereen op het hart trappen? Kees heeft nog nooit echt met die ziekte te maken gehad, anders dan deed hij wel anders. Kees weet geen eens waar hij over praat. Kees raaskalt. En mevrouw Blok die heeft alleen maar de liefde van Kees tot zich genomen. Ingekapseld en egoïstisch voor zichzelf gehouden. Mevrouw Blok is geen goede moeder. Kinderen hoor je op te voeden tot zelfstandigheid. Zij heeft Kees aan haar rokken gebonden. Dat is het enige wat ze wilde. Mevrouw Blok was geen goede moeder. Is nooit geweest. Mijn beide ouders zijn aan kanker overleden. Ik heb 5 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt. Ik heb daar gezien hoe geweldig mensen voor elkaar kunnen zijn. Ik heb daar dingen meegemaakt waarvan ik zeg, nou kijk, dat is nou echt de liefde. Mensen die er alles voor over hadden om te komen, hè, om bij te staan, om te helpen. Ik heb daar zusters meegemaakt en doktoren die zo met hart en ziel aan hun werk verbonden waren. Die hebben daar prestaties geleverd en ik heb daar patiënten gezien die hadden operaties achter de rug die 8 uur en langer duurden. En die naderhand zo verschrikkelijk dankbaar waren. En die nooit klaagden. Nou, ik heb zoveel bewondering gekregen voor zieke mensen. En als ik dan dat verhaal zie, nou, dan klink ze grommie. Ja, nee, zeer zeker. Ja. Ja. Het NRC komt om 3 uur
voor een interview. Ja, het wordt een interview voordat de opening begint. Dus dan hoop ik ook dat het weer wat extra mensen trekt. Sirikit, een boemiebol. Hartelijk goed van papa, weet nog niet precies wanneer ik thuis kom. Alles prima hier, liefst een kusjes van mama. Dag, Kees, Kort. Hartelijk groeten van papa, nog een paar nachtjes slapen. En dan ben ik hopelijk weer thuis. Kusjes voor mama, komen jullie me halen? Nou, natuurlijk. Natuurlijk. Kijk, we hebben en dan, daarna die kaart, hè? Kijk, dit gaat het zo. Is het mooi? Vandaag aan de dag weten we allemaal dat over de hele wereld kinderen en vrouwen van families ernstig geïntimideerd worden, hun ontwikkeling belemmerd en zelfs mishandeld. Met deze wetenschap, wanneer je in een dergelijk of ander onacceptabele situatie verkeert, is het zeer wel gerechtvaardigd te scheiden. Van de volkskrant, mag ik het vragen? Waarom heb je het zo helemaal doorzichtig transparant gemaakt? Omdat ik de verwarmingsbuis en het hele stelsel duidelijk wilde maken. Van de verwarmingsketen? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Zal ik het foto even mij, want hij kan dan weer weg. Een beetje aan die kant, dat is beter. Zo? Dat ik jullie vier keer zie. Ik werk altijd heel dagboekmatig. Dus zolang de scheiding doorgaat, ga ik ook door met dit project. En als de scheiding ophoudt, dan is voor mij het project ook afgelopen. En dan zoek je iets anders waar je kritiek kan spuien, sociale kritiek. Ja, dat gaat vanzelf wel, mezelf kennen. Ja, ik vind het altijd wel weer wat om kunst over te maken, met sociaal kritisch ondertal. Je hebt er geen gevoelens bij, het is toch mathematisch? Nee, maar er zit een idee achter. Bij Piet zie ik nog enige kleur, hè? Bij Piet Mondriaan, dat is ook mathematisch. Maar wat zit het idee dat erachter zit? Waarom is hij nou weer een mocht worden? Uitleggen. Ja. Nou, drie het woorden. Gaat over een, tien woorden. Nee, maar het gaat over een scheidingszaak die al 15 jaar voortsleept. Mm-hmm. Waar de maker een kunstitem aan heeft gegeven. Architectuur wordt kunst. Nee, jij snapt het helemaal niet. Hallo. Frans Haks. Ja, ik zag u wel. Hallo. Dit is Kees Krijn. Ik heb hem net even uitgelegd. Momenten waar het allemaal over gaat. Ja, dat is me wel uit de ziel gegrepen natuurlijk. Hè? Ja. Een soort lofzang op de scheiding. Wat heb je nou voor een ding? Dat is van Schoenberger. Die sponsort met kleding. Ook alles? Ja. Dat is niet gering, hè? Nee. Kijk je niet meer van binnen kijken.